Welkom bij Topnames. Iedere dinsdagavond praten Erwin Blom en Roland Stekelenburg met wat wij de voorhoede van Digitaal Nederland noemen. En we vinden het ontzettend leuk om eigenlijk iets heel anders te hebben. Want wij hebben, eerlijkheidshalve, hebben best wel vaak een soort van usual suspects. Natuurlijk een klein beetje, omdat we niet een hele grote redactie hebben. Mensen uit onze directe kring. En al een tijdje lang zijn er mensen die me vertellen over Dirk Zwager, advocaat uit Arnhem en Nijmegen. Die moet je eigenlijk eens een keertje hier naartoe halen. Daar zijn jullie van. Jeroen Sweers en Pieter Zonneveld is het. Ja, correct. En waarom is het bijzonder, zeggen mensen mij dan? Dat is eigenlijk een soort van een mediabedrijf. Als advocaten en notarissen die vertellen over hun deskundigheid. Ja. En dat doen ze eigenlijk heel uitgebreid. En dat zijn we niet gewend in die wereld. En is dat wat jullie bijzonder maakt? Kennis delen die ze normaal, waar ze normaal op blijven zitten. Ja. Dus het delen van je verdienmodel eigenlijk. Hè? Want daar komt het in wezen op neer. Je verdienmodel is kennis verkopen. En wij delen het voor een deel. Dat klopt inderdaad. Ja. En waarom zijn jullie dat gaan doen? Als het is opmerkelijk. Ja. Waarom ben je dat gaan doen? Ja, goeie vraag. Eigenlijk zijn we het niet gaan doen. We deden het altijd al. Onze kennis was, met name het etaleren van het niveau van kennis, is natuurlijk heel belangrijk om te laten zien wat je kwaliteit is. Hè? Ons product is kennis. En als je die kwaliteit kan demonstreren, bijna een soort van product sampling zou ik het bijna willen noemen. Dat is de verkeerde term, denk ik, in onze branche. Maar dan krijgt men ervaring met wat je kan, wat je kent en wat je weet. Dus delen van kennis is eigenlijk altijd al bij ons heel een actieve extra service geweest. Maar we hebben wel een paar jaar geleden zijn we het echt actief gaan uiten. En gaan daar aanleiding voor? De vercommercialisering van de branche. Ik ben nog niet zo lang werkzaam als Jeroen bij Dirk Zwager. Maar toen ik kwam, kan ik me nog heel goed herinneren dat de term het grind gaat vanzelf al knarsen. Mensen komen vanzelf al het pad oplopen. Die tijd was voorbij. Ja. En oog voor sales. Was dat de opkomst van internet? Die maakte dat mensen heel zelf gingen googlen? Weet je, de advocaat en de notaris hadden vroeger natuurlijk het alleen recht op de kennis. En dat station zijn we gepasseerd. Er is een nieuwe realiteit. Veel gehoorde kreet natuurlijk. Maar dat is denk ik in onze sector zeker zo. Notariaat, het is concreet. Ja, mensen googelen natuurlijk veel meer. Hè? Zoeken hun kennis op. Dus je moet als advocaat en notaris een nieuwe toegevoegde waarde daarin zoeken. En dat hebben wij met kennisdelen gedaan. Hè? Enerzijds laat je daar zien waar je goed in bent. Hè? Want voor veel mensen is, als je het over een advocaat hebt, dan is het eerste beeld wat je hebt is voormalig advocaat Bram Moskowitz. Die doet strafrecht. En de meeste grote kantoren, de Zuidas hier in Amsterdam, maar ook wij doen hele andere dingen. Ja. Maar wat doen ze dan? Mooie grote kantoren. Ik heb nog het beeld van de notaris, want dan moet je heen als je een huis koopt. Of als je huwelijkse voorwaarden laat opmaken. Ja. En die is dan 10 minuten iets aan het voorlezen in een tempo wat volstrekt onverstaanbaar is. Dat is wel een beetje het stereotype imago van de notaris. Maar even los van notaris van advocatuur. Wij merken dat er veel meer een adviserende rol is richting, en misschien wat minder naar richting particulieren, maar namelijk ondernemers. Je hebt het plugje eruit getrokken. Dan lossen we dat er gewoon eventjes op. Als jullie... als je hem te weinig hoort, moet je deze hebben of niet? Okay. What does this button do? Ik ben er weer. Hallo. Hallo. Johan Schaap, hoort u ons? Ga ik die vraag herhalen dan? Het gaat niet om de vragen, het gaat om de antwoorden. Wat je merkt is dat je veel meer in het voortraject richting ondernemers met name een adviesrol krijgt. En je deelt je kennis met ondernemers eigenlijk om te voorkomen dat ze in de problemen komen. Ja. Er zijn nogal slogans die heten voorkomen is beter dan genezen. En dat geldt ook voor de advocatuur. Notariaat uiteraard ook. Bedrijven die lopen met juridische vraagstukken voordat ze dingen gaan regelen. En onze rol is steeds meer naar een adviseursrol gegaan, een partner in ondernemerschap. En daar past dat kennisdelen ook heel goed bij. Hè? Actief mensen informeren over ontwikkeling in de branche. Het verhaal is mooi. Hè? Maar laten we eerst even beginnen. Hoe hebben jullie het bedrijf daarin meegekregen? Ja. Dat je het vertelt is leuk en aardig. Ja. Maar uiteindelijk heb je een andere kant van die mensen. Die moeten gewoon hun uurtjes verkopen. Ja. Zeg maar. Mensen zijn heel druk met uurtjes verkopen. En dan kwamen jullie met een voorstel om geld te gaan uitgeven, zodat de mensen helemaal niet meer naar jullie toe hoeven komen. Sterker nog, we hebben in het begin helemaal geen geld uitgegeven.
geven. Want je hoeft ook geen geld uit te geven als je maar innovatief bent en slim bent met alle online middelen die er zijn. Hey, jullie zijn daar zelf een voorbeeld van, volgens mij, met de diensten die jullie aanbieden. Laten we het over jullie hebben. Dus we hebben in het begin heel veel gebruik gemaakt van standaard diensten die er zijn. We hadden een sexy afdeling die heel graag wilde gaan bloggen. Nou, daarvan hebben we gezegd bloggen. Laten we het vooral in die kennis. We hebben het kennispagina's genoemd. En die zijn heel actief daarmee aan de gang gegaan. Ja. Er is wel een groep mensen geweest, zijn IT-advocaten en intellectueel eigendom. Dus die doelgroep zat ook heel erg online. Maar ja, goed, we hebben ook successen nodig om snel daar weer je... Maar toch even terug. We hebben net even gekeken en het geïnventariseerd. Jullie hebben nogal wat apps draaien. Ja. Je hebt een iPhone-app, je hebt een iPad-app. Je hebt een hele gewikte website. Dat kost natuurlijk bakken met geld. Nee, eerlijk gezegd niet. Nee. Maar sorry dat ik heel even terug naar die vraag over hoe krijg je ze zover? Nee. Ze zijn niets anders dan. Snap je de lucht? Als wij een app laten maken, dan kost het altijd geld. Ja. Hoe doen jullie dat dan? Ja, we zijn heel creatief geweest, denk ik. En we hebben met name in de beginfase, de eerste jaren dat dit begon te lopen. En daar moet ik nog even zeggen, we hebben niks nieuws gedaan. We zijn niks anders gaan doen. De juristen hebben altijd al kennis gedeeld. We zijn het alleen gaan filteren en we zijn kanalen gaan bieden. En die kanalen, daar kun je enorm veel geld voor uitgeven als je zou willen. En dat hebben we niet gedaan. Dat was ook niet, denk ik, een succesverhaal geworden. We zijn aan de slag gegaan met ideeën, met creatie, met creatieve oplossingen om geen geld uit te geven. En daar hebben we best wel meters meegemaakt. Dat heeft een enorme voorbeeldfunctie voor andere secties. Maar goed, er zitten nu mensen te kijken, of die kijken wellicht later, en die zeggen, nou, hoe doe je dat dan? Met geen geld uitgeven, waardevolle sites, waardevolle online presence creëren. We hebben eigenlijk de eerste apps hebben we zelf gebouwd. Of de eerste app hebben we zelf gebouwd. We hebben de site zelf gebouwd. Maar dan heb je dus een afdeling die dat kan. Ja, dat is het antwoord. De gemiddelde notaris. Nou, niet een afdeling die het kan. We hebben een... Een bellen? Dat is een mooi tuntje. Ik heb binnen de IT-afdeling zit een webdeveloper. Die eigenlijk systeembeheerder ook was. Maar vanuit een vorig leven zeg ik maar ook webdeveloper is. Die hebben we daarvoor gebruikt. Aan de andere kant zetten wij gewoon WordPress in. Zoals elk ander bedrijf dat doet. Dat kun je goedkoop doen. Met slim plugins gebruik. Zijn we gewoon gestart. Maar het verhaal is dus wel dat jullie in je kantoor een specialisme IT-advocatuur hadden. Van mensen die dit gewoon kunnen. Nee, hun hebben daar niks in gedaan. Zij waren een sectie die heel erg open stond om kennis te gaan delen op de manier die wij voor ogen hadden. En dat is een hele mooie, bijna een pilot case geweest. Waar ook een aantal succesvoorbeelden uit zijn gekomen. Waardoor we vervolgens heel veel draagkracht in de organisatie hebben gecreëerd. Wat is voor jullie succes? Want als je voorbeelden hebt en als je andere mensen wil overtuigen. Dan je inderdaad, wat vinden jullie succes? En hoe toon je dat aan aan anderen? Wat voor ons een heel groot voorbeeld van het succes is geweest. Is op het moment dat we het hard zijn gaan lanceren met een nieuwe merklading, een nieuwe huisstijl. In diezelfde periode ook zowel in de advocatuur als in het notariaat. We een prijs hebben gewonnen met de meest innovatieve kennisdeler. Ja. Je kan denk ik heel mooi vertellen wat je zelf allemaal goed doet. Of in je merklading, in je huisstijl heel veel mooie dingen maken. Maar als een onafhankelijke instituut zegt, dit is een voorbeeld voor de markt of voor de branche, dan doe je het goed. En daar hebben we ook veel reacties op gehad. Ja, de KNB Innovatieprijs 2011. Dat is de notariële bond volgens mij. En uitgever SDU. Ja. En beide zeiden inderdaad ook in datzelfde jaar van jullie zijn de meest innovatieve kennisdeler. Ja. Maar dat is mooi een prijs. Jullie werken bij een bedrijf dat aan het eind van het jaar gewoon geld moet verdienen. Voor zover ik weet, ik ken ook wat mensen in jullie sector, word je op het eind van het jaar gewoon afgerekend op het percentage declarabele uren. Ik denk ook de kracht die wij eerste... En wat je doet is, je deelt je kennis, je geeft het weg, waardoor mensen minder snel naar jullie toe hoeven te komen. Ik denk juist dat er mensen naar ons toe zijn gekomen omdat we kennis nemen. Maar is dat aantoonbaar? Want die discussie wordt... Ja, dat is aantoonbaar. Hoe doen jullie dat? We hebben wel echt cijfers waaruit blijkt... Bij ons komen zaken binnen als zijnde dossiers. En daar bij die intake vragen we door en kwantificeren of dat komt uit dat kanaal. Het is niet op de procent nauwkeurig, maar we zitten ergens tussen de 5 en 10% van onze business komt uit dit kanaal inmiddels, na 3 jaar. Okay. Dat is wel interessant, want wat vertellen mensen dan? Kijk, ik denk altijd zelf dat mensen zoeken naar betrouwbare informatie op internet. Is het dan zo dat omdat jullie dat delen, zeggen van Dirk Zwager die deelt die kennis, dus dat is een betrouwbare club en dan gaan we daar ook naar. Ik denk dat ze juist zoeken naar een specialist. De superspecialist zoeken ze.
We kunnen altijd wat lastige namen noemen van cliënten. Maar we hebben een grote schoenfabrikant. Sportschoenenfabrikant. Die heeft ons gevonden dankzij die pagina's. Ja. Die hebben toevallig schreef er een ris bij ons over een probleem wat blijkbaar bij hun aan de orde was. We hebben onze site zo opgebouwd van als je naar dat probleem gaat, dat je ook de andere artikelen ziet die die persoon geschreven. Dus het etaleert heel erg het specialisme van die persoon. Nou, één zaak gedaan. Uiteindelijk doen we heel veel zaken nu voor die partij. Dus dat is wat we eigenlijk heel erg aan het doen zijn. Hè. De onderlaag is, er is inmiddels een concept ontwikkeld waar eigenlijk alleen maar de jurist zijn content creëert. En wij zeggen altijd tegen de jurist, schrijf zoveel mogelijk wat er op dit moment in de pers leeft. Hè. Henk Krol. Haak in op actualiteit. Haak vooral in op actualiteit. Henk Krol, dat kennen we wat er van de week gebeurd is. Diezelfde ochtend schrijft er een pensioenrechtadvocaat voor ons een artikel over dat thema. Hè, dus een opinie schrijven over wat er op dat moment in de pers leeft vanuit je eigen specialisme gezien. En dat creëert reuring. En zorgt het er ook voor dat jullie beter bij Google naar voren komen, et cetera? Ja, absoluut. Ja, want dat kan je waarschijnlijk, hè? Dat is ook meetbaar. Het heeft ook niet alleen naar relaties of naar potentiële cliënten een effect gehad. Die Google ranking is hartstikke belangrijk. Maar we zien ook dat veel uitgeverijen onze specialist hebben gevonden om bijvoorbeeld aan het woord te laten in een uitzending over een bepaald onderwerp wat weer met actualiteit te maken heeft. Ook die kant op heeft het veel, hebben we veel voorbeelden van waar dat mee heeft gewerkt. Ja. Hey, hoe moeilijk is het om de mensen, de specialisten van jullie mee te krijgen? Hoe leuk vinden ze het om mee te doen? Ja, dat is wel een uitdaging geweest. We hebben daar, maar met name ook wel weer door die sectie intellectueel eigendom militairrecht, die daar een echt wel ook een enthousiast over waren, die hoefden we er niet heel hard in mee te krijgen. Die zijn daarmee aan de bak gegaan en die hebben daar heel succesvol, wat ik net zei, hun ding mee gedaan. Dat hielp heel erg mee. We hebben ook gemerkt dat als wij de presentaties gaven en uitlegden waarom het belangrijk was, dat je dan toch geen jurist bent en dat je dat soort verhalen ook beter kan laten vertellen door de sectie zelf. Jurist vertelt het aan de jurist, dan wordt het toch makkelijker op. Inhoudelijk winnen wij dat natuurlijk nooit. Hè. We zitten natuurlijk wel heel erg in die overtuigingskracht van wat is online, wat kan dat voor je betekenen? Hoe schrijf je goed? Hoe schrijf je een goede titel voor Google? Hè? Wat doet het lekker in Google? Ja. Maar uiteindelijk, inhoudelijk in dat artikel, gaan wij dat niet winnen. Dus we hebben gemerkt door de mensen die er eigenlijk het meest succesvol in zijn, dat gewoon te laten vertellen aan de andere juristen. En daar was geen inhoudelijke discussie meer eigenlijk. Welke rol halen zij eruit dan? Want dat moeten ze je gaat dingen doen omdat het wordt leuker, het wordt makkelijker, of het levert je meer op, zeg maar. Dat zijn de elementen. Ik denk dat een goed voorbeeld daarvan is wel echt een klassieke collega van ons. Een klassiek voorbeeld, iemand die niet actief met social media bezig is, niet actief met digitale middelen aan de bak is, maar wel netjes een artikelen schreef op een receptie een cliënt tegenkwam. Was heel verbaasd. Hij wist niet dat hij twitterde. Maar dat kwam omdat het systeem erachter gebouwd was. En hoefde er niks meer voor te doen dan alleen maar dat blogbericht schrijven. Hij merkte dat het een enorme impact op zijn relatie had. En dat hij heel positief ontvangen werd. Daar werd hij enthousiast van. Hij is wel echt een klassiek voorbeeld van iemand die vervolgens daar heel enthousiast over werd. En snapte wat het nut van het schrijven was. Maar ook het systeem erachter. De automatisering. Als ik jullie een rondje inderdaad maak. Ik heb al die platforms even langs gelopen. Mm-hmm. Dan valt mij inderdaad op dat jullie kiezen er kennelijk bewust voor om die kennis, partneringkennis.nl, en je hebt ook nog een Engelstalige versie, legalknowledgeportal.com. Ja. Je kiest er kennelijk duidelijk voor, dat is het centrale punt. En daarna zend je eigenlijk uit over de social media die er zijn. Ja, als je naar Twitter kijkt, zie ik geen reactie. Nee. Als ik naar Facebook kijk, niet. En als ik naar Google Plus kijk, dan zie ik alle berichten van 4 augustus. Op 4 augustus hebben jullie één keertje allemaal er naartoe geplaatst. En jullie kiezen er bewust voor om te delen, maar niet het gesprek aan dat te gaan. Dat is deels zo. We hebben de eerste anderhalf jaar daar bewust voor gekozen, omdat we een bepaalde continuïteit in die kanalen wilden creëren. En als ik tegen een jurist zeg van, jij moet nu gaan twitteren, dan gaat dat 3 weken goed. Dus we hebben gezegd, jij hoeft alleen maar te schrijven. En wij zorgen ervoor dat alles de kanalen inloopt. Inmiddels zijn wij nu, we zijn onze 2.0 vind ik een vies woord, maar we zijn al onze tweede verdieping begonnen, een nieuwe app gelanceerd. En daarvan hebben we gezegd, wij gaan nu de interactie aan. En dat moet je goed borgen in organisaties waar je met professionals te maken hebt, die een uren druk hebt. Gaan die uren dan meetellen, dat je op social media actief bent, bijvoorbeeld? Ik denk dat medewerkers het wel. Wij zitten beide in het managementteam van Dirkswagen en we hebben daardoor alle nieuwe mensen bij ons aan tafel en daar heb je een gesprek mee. Wat je merkt in die gesprekken is dat
dat jonge juristen zeggen van... ja, maar mag ik dan ook stukjes gaan schrijven? Vanuit de hiërarchie is dat niet gebruikelijk, laten we het zo zeggen. Ja. Advocatenkantoren zijn hiërarchische organisaties, ja. Nog steeds. Ook een klein beetje misschien. Maar die jonge jurist mag net zo goed een podium krijgen voor zijn artikelen en zijn expertise. Dus, en dat geeft een bepaald trots gevoel ook in de organisatie. Ja. En dat is denk ik heel belangrijk. Ja. Ja. Dus we moeten toch even naar de site kijken, Peter, als je er even bij kunt zitten. Want hier zijn die aanwerkers daar geen geld aan uit. Dit is jullie website. Zal ik het niet tellen, kan ik die uitzetten? Dit is de website van het kennisboek. Peter, want ik kan je precies zeggen... Dat was een stukje van de website. Ja, waar zaten we naar te kijken? We zaten naar te kijken naar de landingspage die we hebben gelanceerd voor de promotie van onze app, kennisboek. Er zit een heel irritant muziekje op. Ja, dat blijft lekker hangen, hè? Ja, dat blijft wel hangen. Alsof je die site is eigenlijk, die site is eigenlijk een uitlegpagina over wat je van die app kan verwachten, welke tools erin zitten. Ook om te laten zien wat er meer in zat dan onze vorige app, hè, die daar een stuk minder ver in was. Deze gaat echt een stuk verder. Deze app was ook eentje die we in ons relatiemagazine gekoppeld hadden aan Layer. Dus als je je advertentie promoten, dan zat meteen die film erin. Kon meteen iemand zien of die app interessant was. Dus het is echt een reclamefilm voor de app. Als je dit allemaal, ik kan me gewoon, ik geloof er geen bal van dat jullie hier geen geld aan uitgegeven. We hebben het over een beginfase. Ik geloof er echt helemaal niet. Zal ik je precies vertellen wat de dingen die hij bouwt, die kosten geld, hoor. Ja, dat zegt hij. Nee, maar daar kunnen we best een hand eerlijk in zijn. Nee, maar ik denk, weet je, de visie. En de draagkracht, de visie komt van onszelf aan. Dat komt niet van de adviseur, dat komt niet van externe. Ja, dat is denk ik ook intern. De kracht. Ja. Ja, dat is denk ik ook de kracht van het concept. Het is een door onszelf ontwikkeld product. Waar we daardoor ook veel meer draagkracht hebben. Het zegt ook al wat jij zit als innovatiemanager, een IT-eindverantwoordelijke, gewoon in het managementteam van. Ja. Is dat bijzonder voor een advocatenkantoor? Volgens mij is die constructie niet. Nee. Innovatie is wel bijzonder. Ja. Maar goed, de driving force zit intern. Ja, dus de visie is en het concept is volledig door onszelf ontwikkeld. De eerste app is door onszelf gebouwd. Maar deze app die je net zag, die hebben we laten bouwen. Maar dat hebben we ook weer gedaan met lokale jonge mensen in de Arnhemse community. Jonge start-ups. En video hebben we laten doen. Maar ook door jonge mensen die net afgestudeerd zijn. Ja. We pakken bewust jonge talenten daar ook in. De sites... de ontwerpen, de visie wat ik al zei, dat is volledig door onszelf gedaan. En de visie en het concept, dat komt meestal uit mijn koker daarin. Ja. En dan, maar goed, dan nog zeg je, oké, je geeft natuurlijk geld uit om extern een mooie app te laten bouwen. Maar voor jullie is er op managementteam niveau en ook na analyse geen enkele twijfel dat als je de kostenbatenanalyse maakt van een dergelijke strategie, dat die positief uitvalt. Nee, dat is absoluut geen twijfel. Nooit. Nee, maar dat zie je ook in. En dat is niet bijna. Nee, je kijkt me verbaasd aan. Wat een domme vraag. Nee, maar dat zijn die vragen goed. Dus maar er zijn genoeg. Kijkt, ik denk dat er genoeg advocatenkantoren zijn die denken van ik vind het wel interessant. Maar ik zal je dan. En dat is niet een bedrag wat je kan noemen. Maar je ziet wel dat het imago van het bedrijf enorm is veranderd. En daarmee in een. Als je het over ranking hebt. Waarin je normaal met de top 5 kantoren aan tafel zit om te praten over toekomstontwikkelingen, word je nu wel bijgevraagd. Terwijl je in een top 15 of 16 of 17 kantoor bent. Hè? Dat wisselt natuurlijk nog wel door. Je wordt ineens serieus genomen door de hele branche als zijnde innovatieve speler. Innovatief, trendsetter. Ze gaan niet meer om je heen. En dan merk je dat je ineens... En dat willen we nooit echt zo hard noemen. Maar als kantoor aan de andere kant van Nederland. En dat imago. Dat is zo onterecht. Bedoel je dan buiten de A10? Ja, krijg je dit. Dat zit ook buiten de A10, toch? Word je wel meegenomen en word je serieus genomen op onderwerpen die heel belangrijk zijn voor de branche. Namelijk innovatie en ontwikkeling. Vercommercialisering, nadenken over hoe je onderscheidend kan zijn. En daar hebben we natuurlijk wel, met name in die beginstap,
niet heel veel in hoeven te investeren om dat te doen. Hey, maar als je dit geleerd hebbende, wat zegt, als je dan naar de toekomst kijkt, zeggen jullie eigenlijk als bedrijf, vinden wij dat die innovatie, dat early adopter, iemand die vroeg de nieuwe dingen uitprobeert, blijft dat bij jullie bedrijf horen? Ja, ik denk dat een hele belangrijke is. En hebben we nog niet zo heel lang geleden ook een uitgebreide brainstorm over gehad. Innovatie is denk ik heel belangrijk om onderscheidend te kunnen blijven. Kennis delen op zich, dat zie je steeds vaker voorkomen. Ja. Daar kunnen we heel eerlijk over zijn. Ja. Als we kijken naar andere bedrijven, maar ook buiten onze branche, kennis delen begint steeds meer een logisch iets te zijn. Dat was voor ons een paar jaar geleden een heel onderscheidend vermogen. Maar dat begint wel, het verschil begint af te nemen. Ja. Waar kun je nog steeds het verschil in maken? In die innovatie. Door dingen, en met name nieuwe kanalen te verzinnen en te ontwikkelen waarin je kan verrassen. Dat vinden we belangrijk. Maar even van, Twitter. Remco Jansen die zegt dat jullie newsjacking snappen. Een concreet voorbeeld. Bij jullie was meteen een blog te lezen over de juridische implicaties van Henk Krol, zijn verhaal de afgelopen dagen. Ja. Is dat bewuste strategie? Ja, dat is bewuste strategie. Dat is bewuste strategie. Zo leiden wij onze juristen op om om te gaan met hun artikelen. Met name die actualiteitsfactor. Oké, dus mensen volgen het nieuws. Je denkt, Henk Krol treedt af, bla bla bla. En het is zelfs zoveel strategie dat we in het begin daar nog de juristen mee mochten helpen. Hè? Er is iets belangrijks in het nieuws. Een specifieke specialist werd door ons gezeind over dat onderwerp en schreef er een artikel over. Ja. Nu hoeven we dat niet meer te doen. Men snapt dat impact heeft op onze vindbaarheid en op... Eigenlijk de werking van de sites. Ja, maar goed, je zegt het inderdaad. Hè, want Johan Voets vraagt zich af. Dat corporate blogging, zeg maar, heeft dat nog zin? Jij zegt, het kennis delen, het unieke daarvan neemt af. Maar wij hebben gewoon nu als bedrijf, is geld bij ons. We willen innovatief blijven. Ja. Met het inzetten van nieuwe mogelijkheden, nieuwe media. Welke dingen kijk jij naar? Wat zijn de nieuwe dingen die je wil omarmen, waarvan je denkt dat die waardevol voor jullie zijn? Nou, we zijn in het voorjaar gestart met een nieuwe app, wat Pieter ook al zei. Daar hebben we een aantal elementen die niet gebruikelijk waren voor onze business. We hebben bijvoorbeeld layer toegevoegd. Nou, daar kun je heel veel over layer zeggen. Maar voor ons was dat een hele logische keuze. We doen heel veel print. En we doen heel veel online. En hoe ga je dat nou op een goede manier bij elkaar brengen? Daar hebben we layer voor gekozen. We zijn nu voor een nieuwe release zijn we aan het kijken van onze app. Om bijvoorbeeld met Pitcho samen te kijken. Van hoe kunnen we dingen in print gaan doen? Ja, hoe ga je boek on-demand samenstellen? En dat op de deurmat straks krijgen? Nou, dat soort elementen zitten we naar te kijken. Interactie, heel belangrijk. Verder uitbouwen. We hebben een gamification model in onze app gebouwd. Om dat te stimuleren ook. Hoe ziet dat eruit dan, dat gamification model? Ja, dat is zo'n buzzword. Ja, dat klopt inderdaad. Dat is voor ons ook echt een... dat zijn we nog echt aan het testen wat daar een goede daarin is. Het zit nu heel erg op status. Dat past wel bij de branche, moet ik zeggen. Maar, als je meedeelt, als je interactie hebt over de artikelen, dan krijg je er punten voor en dan krijg je een L-status. Een ranking verschuiving. Ja. Maar daar zijn we nog heel erg mee aan het experimenteren. En de durf hebben we ook gewoon om dat te doen. Dit doe je met de buitenwereld, dat de gamification? Nee, doen we zelf. Ook zelf bedacht. Maar ik bedoel, doe je het ook met de mensen zelf, als advocaten meer gaan bijdragen, bedoel ik eigenlijk. Doe je ook, als je het hebt over social... Zit er nu in de gamification niet in. Nee, maar je zou je ook kunnen voorstellen dat je mensen wil stimuleren met dit soort elementen, door meer bij te dragen. Wat een soort van automatisch partner worden als ze gaat, meer bijdragen. Ja, dat zou een mooie stap kunnen zijn. Wat automatisch al zover is dat we met de rapportages over de pagina's waarop geschreven wordt, er eigenlijk al een soort van natuurlijke competitie ontstaat. Artikelen worden beter gelezen omdat, dan komen ze toch vaak van hoe kon het nou zijn dat artikel beter was? Nou, misschien is de titel wel beter bedacht of is de inleidende tekst Google-vriendelijker, noem het maar even zo. En daar zie je dat juristen het ook allemaal een soort van competitie beginnen te vinden om elkaar uit te dagen. Ja, Remco Jansen, die dus net over dat newsjacking begon, die vraagt zich als vervolgvraag af, hoe meet je dat dan? Hoe effectief dat is? Meet je dat echt? Wij meten natuurlijk onze bezoekers, gewoon met Analytics. Misschien ook wel mooi om te zeggen, als je in 2012, wij zijn dus in, zeg ik dat goed, eind 2010 begonnen met het hele verhaal. In 2012 hadden we 1 miljoen pageviews in ons concept. Nogmaals, wij zijn geen Angry Birds, wij zijn geen Silk, maar wij zijn een advocatenkantoor.
En daar hebben een 500.000 bezoekers, unieke bezoekers hebben we daar gehad. Nou, dit jaar gaan we naar 1,5 miljoen. Ja, dit jaar gaan we naar 1,5 miljoen. Daar waren we heel trots op. We zitten op een 40% groei dit jaar al. En dat gaat maar door. En je zag dat ook per jaar verdubbelen. Vorig jaar natuurlijk een magische grens van die 1 miljoen gehaald. 480.000 unieke bezoekers, als ik het goed heb, Jeroen. Ja, dat vonden we wel heel heftig. En helemaal als je zag waar het jaar daarvoor op stond, dan zag je dat het enorme piek had in gebruikers. Dus ja, we hebben wel het gevoel dat het een heel gewenst medium is. Maar je vroeg net innovatie. Hè? En jij gaf daar natuurlijk vanuit techniek en vanuit innovatie puur op echte ontwikkeling op dat vlak. Maar ik vind een innovatiepunt ook belangrijk, dat je gaat horen wat de informatiebehoefte is van je doelgroepen. En dat hebben we natuurlijk in de beginfase veel minder gehad, omdat het eenrichtingsverkeer was. Wij zenden een onderwerp omdat we denken dat het een interessant onderwerp is. Ik denk dat daar ook nog een slag te slaan is om te horen van, hebben we het juiste onderwerp te pakken? Of is er behoefte aan nuanceringen? Of is er behoefte aan een specifieke hoek. Hoe kijken jullie naar bijvoorbeeld de zoekopdrachten? Zeg maar? Hoe pas je de antwoorden aan op de vragen? Nou, we doen dat niet actief met artikelen, hoor. Dat gaat toch echt op de actualiteit. Dus dat doen we nog niet. We meten wel aan die kant. Hoewel we daar ook heel voorzichtig moeten zijn. Omdat wij natuurlijk roomsigste paus moeten zijn. Hè? Gezien de mensen die wij intern hebben zitten ook. Dus daar gaan we echt wel heel voorzichtig mee om. Dus daar doen we in de artikelen dus nog actief niks mee op dit moment. Hey, maar het is ook niet zo dat je zegt, we zien hier een piek in zoekopdrachten. En je zoekt daar de juiste notaris of advocaat bij, schrijven even een stuk over. Want deze vraag leeft bij ons publiek. Dat zie je wel als mogelijkheid. Ja, ik denk dat het hele mooie zou zijn als je die situatie krijgt. Ja. Dat is bij ons in de praktijk nog niet... Maar dat betreft liggen er nog zoveel kansen om in te vullen wat dat gaat. Wat mij wel opvalt, want jullie gebruiken een paar keer het woord doelgroep. Die is ook al hybride. Want als ik jullie vraag naar het rendement, dan heb je het eigenlijk steeds over je collega's. Dat je als bureau beter bekend komt te staan. En dat je gerespecteerd wordt. En dat je uitgenodigd wordt voor overleggen waar je anders niet voor uitgenodigd werd. Terwijl volgens mij zou jullie doelgroep natuurlijk vooral de mensen moeten zijn die gewoon juridische hulp zoeken of een notaris nodig hebben. Dat is ons primaire doel. Dat is natuurlijk ons primaire doel. Maar ik wil niet ontkennen dat als je kijkt van wie kijken er nog meer naar ons, een heel grote groep uit onze eigen sector komt. Hè? Ja. Hoe werkt onze sector? Die hebben vaak literatuur. En daar zijn wij vaak de thema's van. Dat is natuurlijk allemaal leuk dat je collega's het allemaal stoer vinden. Ja. Maar wat levert je uiteindelijk? Wij kijken natuurlijk naar concurrenten, collega's. Dat is denk ik niet verkeerd, maar primair absoluut de potentiële klant of de bestaande relatie. Dat is absoluut zo. Nou goed, dan zeg je 5-10% hebben jullie onderzocht van je nieuwe klanten in je kantoor komt via digitaal binnen. Ja. Is dat het enige tastbaar? Of zijn er meer? Wij geven nogal wat workshops en lezingen. En dit jaar zitten we alweer meer dan vorig jaar. We zitten nu op 90 workshops die we hebben georganiseerd vanuit eigen huis. Dus niet deelnemend spreker bij een congres. Echt eigen organisatie. Ja. En je ziet dat heel veel van die bezoekers, ik geloof dat we op jaarbasis wel zo'n 4.500 tot 5.000 mensen binnenhalen. En dat zijn ook vaak nieuwe klanten, niet altijd de bestaande. Dat een groot deel daarvan zich aanbiedt via de workshops. Of sorry, via de kennispagina's. Wij promoten bijna die ouderwetse manier van kennis delen, namelijk puur door lezingen te geven, die promoten natuurlijk ook via diezelfde kanalen. Daar krijg je veel reacties op, veel aanmeldingen door. Kennis delen is ook niet alleen maar online bij ons. Laten we dat even duidelijk stellen. Kennis delen is onze academy, waar we mensen opleiden en trainen. Kennis delen is voor ons ook onze bibliotheek die we in ons pand in september geopend hebben, ons nieuwe pand, is dat we die openbare juridische bibliotheek hebben gemaakt. Dat is op de site, daar mag iedereen in. Daar mag in principe iedereen in. Hij is eigenlijk voor cliënten en je krijgt er dus als cliënt ook daar ook een pasje voor, een toegangspasje voor. Maar we voeren dus door in alle geledingen eigenlijk. We hebben een heel mooi infographic waar staan wat we allemaal doen. Maar hoe verklaren jullie nou, want ik vind het een prachtig verhaal hoor, ik geloof er ook in, maar dit is natuurlijk wel de essentie van wat er veranderd is. Hè? Jullie zitten in een beroepsgroep die eigenlijk bestond bij gratie van het feit dat je een monopolie had op kennis. Ja. Je zegt, nu gooien we alles open. Ja. Wat betekent dit voor de branche? Waar gaat alles dat zou ik niet zeggen, maar dat... Dat is wel een goede nuance. Waar ligt dan de grens? Op het moment dat het kennis is wat je anders zou verkopen, dan zit hij er niet in. Maar wij helpen mensen wel te wijzen op veranderingen in bepaalde juridische ontwikkelingen. Ja. Zodat zij vervolgens openstaan voor de adviesfunctie die erna komt. Nee, maar als je naar klanten kijkt ook, onze bestaande klanten zeggen wij ook van...
Hier heb je een aantal arbeidsmodellen voor ons. Hè? En hier heb je, die mag je gewoon gebruiken. Hè? Maar als je een moeilijkere zaak hebt, kom dan bij ons. Ja. Dat is ook een andere manier omgaan met je kennis. Het is het nieuws. Maar goed, heb je weerstand intern? Want ik kan me voorstellen dat er zijn natuurlijk ook mensen bang dat jullie concurrenten mee gaan zitten kijken in jullie kennisdatabanken. Die kijken mee, ja. Dat jullie concurrenten bij jullie in de bibliotheek even fijn... Wij weten, en dat horen we vanuit de branche, heb ik het weer over onze collega's. Wij weten dat onze artikelen worden gebruikt bij jurisprudentieoverleg. Ik vind dat niet zo verkeerd. Nou, wat je wel hoort vanuit de uitgeverswereld, hè, de bekende uitgevers die met name de juridische sector bedienen, denken van, hey, wat zijn ze bij Dirkswagen nu aan het doen? Hè? En die zijn zomaar kennis aan het weggeven. En ze geven toegang tot naslagwerken die wij licenseren aan hun. Wij zijn een soort uitgever natuurlijk geworden, hè, door content marketing te gaan doen. Een hele kleine, wel 1000 artikelen per jaar. Maar ik denk dat de uitgeverswereld wel zit te kijken van, hoe doen ze dat? Moeten wij dat eigenlijk ook niet zo doen? Hè? Dat is wat je wel heel sterk merkt. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk ook de interessante impact van het model. Ja, absoluut. Ja, en kennis hoe gaat is echt verder? Hoe zien jullie de toekomst van dat notarisvak en het advocatenvak? Is dit de kant waar het heen gaat? Dat mensen, denk ik, heel veel zelf gaan uitzoeken op Google via openbare databanken. Zeker. En op het moment dat ze zelf een beetje in hun hoofd hebben hoe het speelveld eruit ziet, kiezen welk kantoor ze gebruiken. Ja, ik vind het lastig inschatten. Wat ik in ieder geval merk, is dat inderdaad dat mensen steeds vaker hun informatie, hun voorinformatie opzoeken zelf. Je gaat eerst kijken wat je op internet kan vinden, voordat je weet bij wie je moet zijn om daar echt een geregeld advies te halen. Dus je wordt ontslagen, je tikt eerst in gouden handdruk en dan kijk je wat er allemaal is. Het hangt ook een beetje van het type klant af. Wij hebben een hele grote enterprise klant waar we bijvoorbeeld tegen de HRM-managers zeggen, die op 40 locaties zitten. Wij kunnen jullie ook kennis aanbieden. Hè? Dus wij installeren dan of stellen een app ter beschikking voor op hun desktop. En daar loopt een arbeidsrechtelijke kennisstream naartoe. Daar wordt hij altijd dagelijks up-to-date gehouden van de activiteit. Het is ook een binding met je klanten natuurlijk. Hè? Het is niet alleen maar een lead-generator, maar het is vooral echt, ook een... Het is een relatie tool. Ja, maar tegelijkertijd zeg jij van, mensen gaan steeds meer op zoek, dus wij willen degene zijn die gevonden wordt als ze op zoek gaan, toch? Dat is een onderdeel, Dat is een onderdeel. Ja. En het andere stuk van het verhaal is, ik heb zelf diezelfde ervaring, hoor. Dat ik, als ik de tijd dat ik heel veel op mijn eigen blog schreef, dan zeiden mensen van, je geeft al je kennis weg. En dan zei ik inderdaad, ik laat zien dat ik ergens verstand van heb. Precies. En dat is eigenlijk het... Dat is de kern, absoluut. Dat is eigenlijk het verhaal. Ja. Ben je eruit? Of ben je al aan het researchen voor de volgende uitzending? Ja. Nou, er was er nog eentje. Eén die vond ik wel interessant. Remco, die vindt het blijkbaar een interessant onderwerp. Remco Janssens, die geeft jullie een compliment. Die zegt, dankjewel. Heel slim. Want jullie hebben zelfs verticals. Ja. Waarmee hij bedoelt, heeft hij op de site gevonden dat jullie een aantal gebieden hebben waar jullie in specialiseren. En dat moet duidelijk maken. Dus ondernemingsrecht, arbeidsrecht, pensioen, overheidsvastgoed. Oh nee, overheid en vastgoed. Ja. Het is ook niet één site, hè? Gezondheidszorg. Zo, weet je wel, een paar van die dingen dat je volstrekt ook duidelijk maakt waarvoor mensen bij jullie moeten zijn. Ja, er zijn bepaalde branchegroepen of zelfs onderwerpgroepen waarin heel erg op gefocust wordt. Daar hebben we wel op ingespeeld. Ja. Oké, okay. Vind je een mooi verhaal? Ja, prachtig. Dankjewel. Dank dat je er wilde zijn. En wij weten nu waar we... Normaal hebben we biersponsors aan tafel. Misschien kunnen we nou een keer gratis juridisch advies als we het nodig hebben. Je weet het niet. Nou, laat het ons weten. Dat is goed. We weten hier niet wat te vinden. Oké. Okay. Bedankt. Ja, bedankt voor het kijken. Als je nu live kijkt, we gaan zo direct verder praten met de Amsterdamse start-up Silk. En voor ons is dit een onderneming die van ver komt. Helemaal uit Arnhem. Dat was echt ver. Buiten de ring zei jij al. Ons cliché is dat daar begint eigenlijk al bij Apkoude. Dus dat jullie het weten. Arrogante Amsterdammers als wij zijn. Dank voor het kijken. En je weet, on-demand bij YouTube en op onze site kun je een gigantische collectie van mooie inhoud inmiddels vinden. Kijk je live, blijf dan hangen. Want zo direct praten we verder over Silk. Dag.